Maar we beginnen in Friesland. Stefano Lilipaly speelt sinds kort in het shirt van Cambuur Leeuwarden. De voormalig Witte Leeuw zou eigenlijk pas komende zomer overstappen, maar Cambuur wilde hem al eerder naar Leeuwarden halen. En dat gebeurde ook. Eigenlijk heel snel. Ja, ik had geen tijd, niet echt tijd om na te denken. Het was spullen pakken en richting Leeuwarden. Eerder dan verwacht dus streek Lilipaly neer in Leeuwarden. Tot voor kort speelde de middenvelder bij Telstar. Die club verleende hem eind vorig jaar toestemming om uit te komen voor zijn land Indonesië. En daar maakte Lilipaly furore tijdens het kampioenschap van Zuidoost-Azië. Ja, het was natuurlijk het land dat anderhalf jaar schorsing van de FIFA gekregen. Dus ze hadden anderhalf jaar geen internationale wedstrijden kunnen spelen. En, dit was eigenlijk weer het eerste toernooi dat we met Indonesië konden spelen. En, eigenlijk had niemand verwacht dat we het zo ver zouden schoppen. Ze hadden eigenlijk niet eens verwacht dat we de poolfase door zouden komen. En als je dan uiteindelijk gewoon de finale bereikt, ja, dan is dat natuurlijk geweldig. Ten koste van Vietnam kwalificeerde Indonesië zich voor de finale. Na afloop van de return verliep de busreis terug naar het spelershotel niet helemaal vlekkeloos. We rijden daar weg met de bus en alle ruiten gingen eruit. Dus stonden we daar midden in de menigte tussen alle supporters van Vietnam. Dus dat zijn ook wel momentjes die je meemaakt en die je bijblijven. Terug naar Vietnam, daar heb je dus ook hooligans. Daar heb je zeker hooligans. Daar hebben we alles van gemerkt. We stonden in de menigte, moesten uiteindelijk terug. Moesten door het leger opgehaald worden om naar ons hotel te kunnen gaan. Helaas voor Lilipaly werd Indonesië in de finale uitgeschakeld door Thailand. Desalniettemin mocht de selectie op bezoek bij de president van het land. Ja, klopt. We waren na het toernooi uitgenodigd om bij president Djokovi te gaan lunchen. Hij wil ons bedanken voor wat we gedaan hadden voor het voetbal. En natuurlijk ook omdat hij zag hoe we het volk bij elkaar brachten. Het was gewoon een klein bedankje. En tijdens dat bezoek deed de Indonesische president nog een fijne mededeling aan de voetballers. Na het voetbal, natuurlijk sommigen weten niet wat ze moeten gaan doen. En heeft hij gezegd dat hij zou ervoor gaan zorgen dat iedereen gewoon een functie krijgt. Voor een voetbalbond of iets wat met de president te maken heeft. Dus dat is een mooie ding om te horen. Oké, dus jij bent al verzekerd voor na je voetbalcarrière heb je al een baantje. Ja, als ik als de president moet geloven, dan zit het allemaal goed. Maar eerst wil de voetballer nog vlammen op het veld. Hij kon dik geld gaan verdienen in Azië, maar koos voor zijn sportieve ambities. En zo ging hij van het Indonesische Jakarta naar het oer-Hollandse Leeuwarden. Maar ja, ik wou sportief gezien, wou ik ook gewoon nog even kijken wat het maximaal haalbare voor mezelf was. Had heel veel aanbiedingen uit Indonesië, Thailand. Ik denk dat hij daar ook wat meer kon verdienen, maar hij kiest toch voor Cambuur. Wat zegt dat over Stefano? Ja, dat wij waarschijnlijk een goed verhaal hadden. En over Stefano, dat hij nadenkt over zijn carrière, over de moves die hij gaat maken. Ja, Cambuur is daar een club in die mij daarbij kan helpen. Want het is toch een club die in de Jupiler League altijd bovenin meespeelt en kans op promotie is aanwezig. Dus als we nog één keer in de Eredivisie terecht zouden kunnen komen, ja, dan zou dat natuurlijk geweldig zijn om te kijken wat voor mij het maximale is. Ik denk dat Stefano Cambuur ziet als een mooie stap, dat hij hier nog beter kan worden. Dat hij voor een iets grotere club, niks ten nadele van Telstar, maar hier zitten natuurlijk gemiddeld toch 8000 mensen. Dat hij Cambuur als tussenstap ziet naar een stapje straks hoger. Ja, misschien maak ik uiteindelijk toch nog een keer de keuze om naar Azië te gaan. Maar ik denk dat ik die optie heb ik altijd nog. En die hou ik een beetje als troefkaart achter de hand.